Zou het kabinet ook daarvoor verantwoordelijkheid moeten dragen, hè, om het motie van wantrouwen woord niet direct te noemen, maar de kans is natuurlijk wel groot dat er uiteindelijk een motie van wantrouwen zal worden ingediend. En ik snap wel dat je niet vooruit gaat lopen op moties, maar hoe zwaar vindt mevrouw Mulder of het CDA eigenlijk het aan te rekenen aan het kabinet? Mevrouw Mulder. Nou kijk, de voorziening aan de Kamer is één, hè? Maar vervolgens waar de ellende voor ligt bij de inwoners, die vind ik veel zwaarder wegen. En dat gaat voor mij ook gelden, zeg ik heel eerlijk. Van, heb je er vertrouwen in bijvoorbeeld dat iemand ook als vuilbrief, die nou echt vaak in de regio is, een goede reputatie in die anderhalf jaar dat hij bezig is, heeft opgebouwd, dat hij het verschil kan maken. En ik vraag dan aan mijn eigen achterban in het Groningse van hoe kijk je daar nou tegenaan? En dat is een wisselend beeld. Dat zeg ik hier in alle openheid. Want de meeste mensen die zeggen tegen mij, ik wil graag dat vuilbrief blijft. En dan zijn er ook enkele die zeggen van ja, dan wil ik wel graag dat de premier opstapt. Ik zeg ja, maar die combinatie, dat gaat natuurlijk niet. Hè, dus ja, laten we er heel eerlijk over zijn. Dus dan ga je toch kijken van hoe kijk je nou uiteindelijk tegen ook de oplossingen? En heb je er vertrouwen in dat dit kabinet die oplossingen kan bieden? En ik hoop dat zij vandaag heel goed meeluisteren, mevrouw Van der Plas, naar alles wat ik hier ook heb gezegd. En wat u hier heeft gezegd en alle collega's. En dat ze zich er rekenschap van geven in de brief die ze gaan sturen naar de Tweede Kamer. En dan komt wel het moment om het wel of niet over een dergelijke motie te hebben. Maar niet